Een hele goede avond, beste kijkers. En welkom bij deze, ja, eigenlijk extra uitzending op deze zondagavond. We gaan vanavond eigenlijk een beetje stilstaan bij alle online evenementen die we gehad hebben. Gisteren is de KNSB online competitie geëindigd. En we zijn natuurlijk winnaars, dus die gaan we sowieso even de revue laten passeren vandaag. Verder hebben we een aantal gasten. Kijken we even mee bij de befaamde zondagavond battles. Hij is al in beeld. Ik heb al even een partijtje openstaan. Dan kunnen we meteen even zien wat er allemaal gebeurt. We krijgen ook nog even een update over wat we allemaal kunnen verwachten. Er is natuurlijk veel gebeurd afgelopen jaar. Activiteiten zijn online gegaan. We hebben natuurlijk allerlei toernooien gehad, evenementen. Neem bijvoorbeeld de jeugd-NK's. We hebben allemaal een online variant gekregen in deze tijden. Maar goed, we moeten natuurlijk ook een beetje kijken naar wat de toekomst te bieden heeft op dat gebied. En dat gaan we zoals gezegd vandaag dus even doen. Ja, voor de mensen die het nog niet zo goed weten, de zondagavond battles. Oorspronkelijk de Groninger combinatie. Zondag Team Battle, zo heet hij eigenlijk nog steeds. Die naam heeft hij gewoon lekker gehouden. Initiatief van Govert Pelikaan, die dat eigenlijk vrij snel nadat de lockdown begon, inmiddels bijna een jaar geleden, is deze competitie ontstaan en sindsdien niet meer weg te denken. Het is in no time uitgegroeid door een mega evenement waarbij er honderden schakers op zondagavond tegelijk bezig waren. Echt een absolute aanwinst. En nog steeds is het populair. Er is ook op woensdagavond tegenwoordig een grote team battle. Dus er valt altijd genoeg te beleven. Maar goed, daarover straks meer. We gaan eventjes stilstaan bij de online competitie. Die is gisteren, zoals ik al zei, geëindigd. Ook best veel teams zijn meegedaan. Teams van 5 kon je je aanmelden. En op een speeldag werden dan tegen 2 tegenstanders gespeeld. Waarbij je elke keer ook met wit en zwart tegen je tegenstander speelt. Dus 4 potjes. En daar hebben we natuurlijk wat kampioenen die wij even kunnen gaan eren. Ik ga het eventjes in beeld brengen. Want dat willen wij natuurlijk wel even zien. En wij beginnen bovenaan bij de combinatieklasse eigenlijk. Tussen de meeste klassen en de eerste klasse. 12 teams. Dus die werden een soort van Zwitsers ingedeeld. En het doet mij deugd om te vertellen dat mijn eigen club, waar ik non-playing captain was in de online competitie, Consult Apeldoorn 1, de titel heeft gepakt. 17 matchpunten, 65,5 bordpunt. Daarmee dus officieus Nederlands online club kampioen geworden. Tweede werd LSG en derde HMC Den Bosch. En zoals ik al zei, omdat we het hebben over een gecombineerde klasse, hebben we dus ook een kampioen van de eerste klasse hier zo. En dan moeten we even goed zoeken, maar dan zullen we zien dat dat nog best wel spannend was. Maar uiteindelijk is los 1 op plek 7 is de beste eerste klasser op bordpunten. 2 bordpunten meer dan Krimpa aan de IJssel. Dus zij zijn kampioen van de eerste klasse geworden. Maar we hadden meer, er waren natuurlijk veel meer klasses. We gaan even door naar de tweede klasse. En daar zien wij, overtuigend. Met een magisch aantal bordpunten, 64 stuks. Welke schaker heeft daar natuurlijk niets mee. Een mooi aantal. Ja, gedomineerd eigenlijk. 18 matchpunten, alles gewonnen. Overtuigend kampioen dus, King 1. In klasse 3A hebben we nog een overtuigende kampioen. Degene die een beetje online geschaakt hebben, zullen ze al wel vaker gezien hebben, de Amsterdam Berserkers. 17 matchpunten. 1 matchpunt laten liggen. Maar wel 66 bordpunten. Dat is een duidelijk verschil met de nummer 2. Dus zij zijn de winnaars in klasse 3A geworden. Overigens, alle winnende clubs krijgen een DGT 3000 klokkels prijs. Dat is natuurlijk mooi meegenomen voor op de club. En mooie klokkies, zoals ze zouden zeggen. Als de 3B zat er wat dichter bij elkaar, maar daar gaat Eindhoven 1 en met de overwinning vandoor. Opvallend wel, een half bordpuntje minder dan de nummer 2. Maar ja goed, het gaat om de matchpunten. Dus ook Eindhoven 2
Keurig gedaan, proficiat. Klasse 4A hebben we nog zo'n klasse waar één team even gedomineerd heeft. En dat was in dit geval EGS 1. Ja, het was toch wel close een paar wedstrijden. Je ziet een paar 5,5 overwinnetjes. Maar ze hebben wel alles gewonnen. En dus overtuigend kampioen van klasse 4A geworden. Klasse 4B zien wij terug aan kop Woerden. Ook zij zijn toch wel bekend van de zondagavond team battles. Deden ze ook vaker mee. Ja, keurige overwinning. 1 match verloren. De rest allemaal met klinkende cijfers gewonnen, mag ik wel zeggen. 67 bordpunten, erg veel. Door naar klasse 5. Dat was een wat grotere klasse met 14 teams. Was ze er net allemaal op. De winnaar, ja ook hier qua bordpunten is het helemaal gelijk geworden. Zandpoort 1 heeft wel 1 matchpunt meer dan Zuidoost United. En ook de onderlinge match hadden ze nipt gewonnen met 5,5, 4,5. De knappe overwinning ook van Zandpoort daar. En klasse 6A zien we Rijssen 1 die er met de overwinning vandoor gaat. Ook 2 perfecte scores, hè. 2 keer 10-0 gepakt. Dat zijn duidelijke cijfers. En klasse 6B, ja, daar was het eigenlijk nog het meest spannend. Maar uiteindelijk is dat een... Ja, is dat beslist op bordpunten. Amsterdam West 1 heeft net een paar bordpunten meer dan HWP Sjas van Gent 3. Allebei 14 matchpunten, maar 57 bordpunten van Amsterdam West waren beslissend. Dus dat zijn de kampioenen van deze online KNSB-competitie. Nogmaals, alle winnaars proficiat. Er gaat een DGT 3000 klok jullie kant opkomen. Goed, ik zet ondertussen weer even het schaakbordje aan. Want dat, precies, kom erop met die klok. Nou, dat zal ongetwijfeld snel komen. Ik zet ondertussen weer een schaakbordje aan. Dus kijk toch even wat lekker de weg natuurlijk. Even zien, we hebben hier een partij tussen paard D4 en HWP Sjas van Gent. Nou, die zijn een lekker toereindspelletje aan het spelen. Een paar dingetjes nog. Dat is wel even belangrijk. Voor alle clubs die zitten te kijken, denk ik, hey, ja, leuk, online schaak, ik wil ook nog even meedoen. De KNSB-beker, daar kun je nog voor aanmelden. Die kan in online vorm of hybride vorm gespeeld worden. En aanmelding uiterlijk 1 maart. En dat duurt niet lang meer. Dus doe dat rap als je nog mee wilt doen. En voor morgen in feite. Goed. De team battles dus. Als ik het heb over de team battles, dan heb ik het eigenlijk maar over één persoon. En dat is Goffert Pelikaan. Hij is hiermee begonnen. En ja, ik ga hem eigenlijk even in de uitzending halen. Ik ga hem even proberen te bellen. En proberen. Dan hoop ik dat we hem zo... Goffert, goedenavond. Even kijken, ik ga eens even kijken of ik jou goed in beeld kan krijgen. Dat gaat volgens mij op deze manier lukken. Dan kunnen mensen jou zien. En als het goed is ook horen. Dat is leuk. Kijk, we horen het bekende pling, want jij bent natuurlijk aan het spelen. Ik word hier mat gezet terwijl je belt. Ja, dat zul je altijd zien. Even zien, je bent aan het spelen of niet? Of ben je nou even gestopt? Nee, ik ben nu klaar. Ik ben nu klaar, sorry. ik had het net over jou, de geestelijke vader van de zondagavond team battles. Dat ben jij toch, eigenlijk? In ieder geval in Nederland, ja. Want je hebt ze eigenlijk in heel het land, hè? Of in heel het land. Overal ter wereld hebben ze al de team battles gemaakt, hè? Ja, het was op een gegeven moment, begin vorig jaar ergens, dat ze bij Liedjes die optie erin brachten. En dat was nieuw. En ik zat er een beetje naar te kijken. En het leek me eigenlijk leuk. Dus ik heb toen een team battle heb ik gemaakt met mijn eigen club, Groningen Combinatie, tegen mijn tweede club. Dat is Staunton. En toen hebben we met 3 mensen tegen elkaar team battle gespeeld. Dat waren nog eens tijden. Ja, dat was leuk. Dus toen dacht ik, daar moeten we meer clubs bij krijgen. Want dat is gewoon veel te leuk om het niet te doen. Ja, precies. En het is echt groot geworden. Had je het zelf verwacht dat het zo groot zou worden? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, ja, ik vond het zelf heel leuk.
Dat is waar het mee begint. Mm-hmm. En ik heb gewoon wat teams op Lichess bij elkaar gezocht in het begin. Dat je ziet, die club is actief, daar zitten leuke spelers. En op die manier is het gewoon steeds groter geworden. En eigenlijk bijna alle teams die meekwamen doen, die vonden het gewoon leuk. Ja, ja, wij waren er ook met Apeldoorn als een van de eerste bij, volgens mij. En dat was ook dat was top. Het was echt, nu doen we niet meer mee inmiddels. Het is een beetje verzadigd geraakt, iedereen. Maar je loopt achter, jullie doen weer mee. Ja, we doen op de woensdagavond mee, toch? Ja, maar ook op de zondag misschien ook wel. Dat is jullie middenschip. Ja, ik heb zoiets gehoord, ja. Ze doen ook actief weer mee nu. Dat is mooi. Doet me deugd. Ja. Nee, dus het is echt fantastisch. En hoeveel teams deden er op de top, zeg maar, mee? Of is dat misschien nu nog wel dat het allerdrukst is? Nee, aan het eind van de eerste golf was het wel het drukst. Ik denk iets van 50, 60 teams of zo. Ongekend. Dus dan heb je het gewoon over 500 spelers ongeveer. Ja, 550 was het meeste. Wow. Ja. Bizar, hè? Dat krijg je nergens voor elkaar, hè? Nee, het was gewoon, ja, weet je, het was gewoon hartstikke leuk. En er was verder niet zoveel te doen natuurlijk. En wat ik hoopte, dat was natuurlijk dat iedereen een beetje met zijn club kon spelen. He, want dat in je eentje online potjes doen, dat kan iedereen wel. En dat, de meesten doen dat ook wel af en toe. Maar je mist echt wat. En dit was een manier om, hoe beperkt ook, he, met Zoom en gewoon dat je echt in een team speelt, om een beetje iets van dat clubgevoel vast te houden en weer te ervaren. Ja, ja, dat is zeker waar. Ja. En ik denk dat je daar ook wel goed in geslaagd bent, want het is voor mensen mooi. Ja, klinkt een beetje denigrerend, maar een mooi excuus om toch weer even iedereen te spreken en te zien. En het is een mooie reden voor mensen om daarmee aan de slag te gaan. Hey, hoe heb jij naar alle andere activiteiten aangekeken een beetje? Want er is natuurlijk veel geprobeerd en gedaan online. Er zijn natuurlijk die KNSB online competitie. De KNSB bekercompetitie begint binnenkort, over een maandje of twee volgens mij. Maar de aanmelding is tot en met morgen. Hoe heb jij dat allemaal een beetje gevolgd? Meegedaan? Of? Ja, ik heb meegedaan ook. Gisteren nog één partij cadeau gekregen van Maarten Roorda, die ik goed ken en waar ik graag tegen speel. Maar die ging door zijn vlag in een overigens volgens mij gelijke stelling. Dus dat was een puntje cadeau. En de tweede partij gaf ik mijn dame weg na een leuke set van hem. Dus je maakt toch weer even wat mee. Ja. Ook bij de KNSB online. Maar goed, het is, ik heb er wel met belangstelling naar gekeken. Omdat de KNSB zit natuurlijk veel meer dan ik met die team. Dat zit een beetje in een spagaat. Omdat ze al, ze hebben allemaal bestaande structuren. Ze hebben competities en... Ja, het is natuurlijk veel moeilijker om met het idee voor heel Nederland wat te gaan doen, om dat dan op poten te zetten, dan dat je zegt op zondag voor iedereen die gek genoeg is en het leuk vindt, gaan we wat leuks doen. Ja, geheel vrijblijvend van beide kanten in feite. Ja, ja. Ja, precies. Want, hoe zie jij dat een beetje? Want het is, in liefde heb je het niet over, maar het is toch een beetje een onvermijdelijk onderwerp. Er zijn natuurlijk veel toernooien geweest, ook in het buitenland, hè? Gewoon echt de klassieke toernooien. Die hebben gezegd, nou weet je wat, wij gaan ons toernooi gewoon door laten gaan, maar dan wel helemaal online. Ja, je kreeg onvermijdelijk cheatgevallen en dat soort dingen. Dus er is wel behoefte aan wat langere speeltempo's. De KNSB heeft het natuurlijk, want deze zondagavond team battles zijn 3+2. 3 ja. minuten, 2 seconden ingaan, dat is gewoon snel schaken. De KNSB-competitie was 10+2, dat was al wat langer, maar nog steeds niet heel lang, hè? Nee, en ik had het zelf liever nog ietsje langer gehad zelfs voor die KNSB-competitie. Omdat het, je wil het toch ietsje serieuzer laten aanvoelen. Mm-hmm. En het gaat gewoon om twee partijen. Terwijl de team battle is gewoon, als je zin hebt speel je snel schaak. En ben je klaar, dan staat er meteen weer een volgende partij op je te wachten. Ik heb ook wel gekeken naar andere tempo's, want ik heb heel veel...
Sowieso heel veel contact hoor, via de chat met mensen door heel Nederland. En ja, andere speeltempo's waren best wel gevraagd. Alleen voor die teambattles, het werkt eigenlijk niet zo goed. Want hè, des te langer de partijen, des te langer moet je wachten als je klaar bent. En daar zit niemand op te wachten. En het tweede wat ik zelf heel erg leuk vind, is hè, doordat je het plus 2 erbij doet, dat maakt het berserken, wat toch een extra dimensie geeft aan het snelschaken, dat maakt het net wat riskanter. Hè, dus het is net, als je gewoon 3 minuten rondspeelt, dan is het voor hele goede spelers, ja, de helft van de tijd, daarin winnen ze van iedereen die slechter is. Maar hè, 2 seconden erbij en dan kun je eens een keer tegen een verrassing aanlopen. Ja, ik weet het. Ik moet eerlijk bekennen dat ik sommige zondagavonden meedeed en niet heel veel zin had. En dan was de berserker nog wel heel snel gevonden hoor. Maar dat leverde vrij weinig op over het algemeen. Ja, blije tegenstanders, maar ja. Ja, dat heb je ja. Hey, we hebben natuurlijk een bordje openstaan. Jij kan het niet zien wat ik aan het kijken ben. Maar zullen we even... laten we even een van jou... of speel je zelf een potje? Dat is misschien, weet je wat? Als jij nou even een potje speelt, dan kijken we even met jou mee. Wat dacht je daarvan? No pressure verder? Dat lijkt me wel even leuk. Ja, dat is, dan heb je de link van... Want ik heb je de link van... Ja, we zitten al een partijtje te volgen de hele tijd. Hij staat al op de achtergrond aan, zeg maar. Oh, oké. Prima. Ik zal even kijken waar ik... Maar dan kunnen we even... Want ik zit dus in de... Ja, andere klasse, hè? Maar ik volg gewoon jou zelf, zeg maar. Dus dat komt goed. Oh, oké. Ja, tweede klasse zondag teamcompetitie. En ja, we zijn net gedegradeerd. Hey. Maar we staan nu 9e. Dus het is verschrikkelijk. Nou, aan de bak dus. Ja. Ik ook nog af te leiden hier zo, sorry. Ja, dat had ik waarschijnlijk sowieso niet voorkomen net. Dus daar moet je ook niet te lullig over doen dan. Nee. Nou, daar gaan we. Yes, ik heb je openstaan. Hé, hey, wat ken jij de meeste? Ik ga toch een beetje tegen je aanpraten. Ik weet niet of je dat kan. Dat maakt niet uit. Maar, weet je een beetje wie de meeste spelers zijn? Want ik heb zo natuurlijk ook meegespeeld. En ik vond het zelf toch wel jammer dat je vaak tegen heel veel anonieme spelers speelt. Hoe zie jij dat? Nee, ik vind dat niet per se jammer. Ik heb er zelf geen probleem mee om mijn eigen naam te gebruiken. Maar iedereen die dat niet wil, ik vind het prima. Ik vond het wel een sport in het begin, zeker. Om bij mijn eigen club erachter te komen wie was. Want de grap was natuurlijk dat mensen dat expres geheim gingen houden. Hè, dus, maar ja, gaandeweg kom je er natuurlijk wel achter door het repertoire. En ja, voor sommige mensen heb ik echt mijn best gedaan. Heb ik echt lopen zoeken. Fantastisch. Dus, ja, en eigenlijk kom je er altijd wel achter, hoor. Vaak wel, hè? Dus schakenwereld is eigenlijk te klein om echt anoniem te spelen. Dat is waar, ja. Dat is waar. Als je weet bij welke club iemand speelt en je weet wat hij speelt, dan ben je al zover. Dat is zeker waar, ja. Op die manier hebben we ook nog menige tegenstander proberen te achterhalen. Was het niet altijd even makkelijk, moet ik toegeven. Maar het is wel leuk. Nou ja, en je krijgt ook hele tijdgebonden namen. Hè? Onze kopman nu die bijna elke week er is, dat is Absent Assurant. En dat is Bon Appel, voor wie het nog niet wist. En die zit in Brussel volgens mij, in België sowieso. Dus die komt eigenlijk nauwelijks nog in Groningen. Maar die vindt het hartstikke leuk om op deze manier gewoon met het team mee te doen. Dat is wel het grote voordeel, hè? Je kan toch nog nu, voor zeker die mensen kunnen veel beter betrokken zijn nu bij het hele verhaal. Ja. Ja. Ja, en sowieso we hebben ook mensen uit Portugal en noem maar op, joh. Dus dat, die hebben bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief. Groningen Combinatie heeft een nieuwsbrief die af en toe uitkomt. En ja, daar zetten we natuurlijk dit soort dingen wel in. Nou, en dat zijn mensen die spelen dan al 10 of 15 jaar niet meer voor de club. Maar die vinden het op die manier heel leuk om opeens weer mee te doen. En hè, via de chat heb je dan contact met mensen die je van vroeger kent. Dit is wel echt verschrikkelijk schaken trouwens. Op deze manier. Want... Is het te doen, ja?
Nou, je hoort het mensen altijd wel zeggen, hè, dat het dan heel lastig is. En volgens mij is dat dan ook gewoon zo. Ja, zolang je op de automatische piloot kan spelen, lukt het op zich wel. Maar ja, er komt natuurlijk een punt dat je toch even moet nadenken en dan valt je zin vaak stil halverwege. En dat is prima. Ja. Maar goed, stel gerust de vraag, want... Ja, nou, wellicht een makkelijke. Misschien zitten er wel mensen te kijken. We hebben natuurlijk ook kijkers die... We hebben kijkers. En we hebben natuurlijk ook kijkers die geen lid zijn van de club. Die zitten misschien... die weten niet dat dit bestaat. Of zijn gewoon de echte internetschakers, zeg maar. En stel dat die nou zeggen... Verrek, leuk. We hebben een groepje vrienden. Lijkt ons wel lachen. Die hebben we, hoor. Hoe gaat het in zijn werk? Maar kunnen die mensen ook... hoe kunnen ze meedoen? Als ze nou zitten te kijken en denken... Hé, maar dat vind ik wel leuk. Die kunnen gewoon een berichtje naar me sturen. En dan voor je het weet doe je mee. Ik heb deze week nog... Je kunt dat in de laatste, de derde klasse kun je dat zien. Daar speelt een team... ja, daar heb je het gedonder. Oei, oei, oei. Dat heet Jimmy's uit Emmen. Volgens mij. Oké. Okay. En die oh god, nee zeg. Dit is jouw schuld. Ja, nee. Ik neem alle schuld op, maar geen enkel probleem. Ah, wat een ramp. Okay. Ja, dit geef je dan op. Dat is niks aan te doen. Nee, ja, sorry. Ik neem alle schuld op me. Maar ga vooral verder. We staan inmiddels laatste. God, ah, oei, oei, oei. Nou, ik zat heel even te zoeken, want... Je kunt dus gewoon een berichtje sturen op Leadchat. Gewoon naar Govert, hè, op Leadchat. Ja, en als je een team hebt, dan kun je gewoon meedoen. En dat werkt voor alle schaakclubs zo, maar dat werkt ook voor alle teams. En ik had dus laatst Wokkel aan de lijn. Ik weet niet waarom die Wokkel heet. En die had een team met vrienden uit Emmen. Die wilde meedoen. Nou, prima. Dus die doen mee. Ja, om toch even, ik denk dat het een stukje van jou is wat jij geschreven hebt op jullie clubsite. Daar staat ook meesterklasse, spijt op tanten of Schiermonnikoogse dorpsclubjes. Wees welkom. De eerste proberen we zo hoog mogelijk in te delen. De laatste zo laag mogelijk. Met andere woorden, ja. Iedereen van alle niveaus, waar dan ook, is gewoon van harte welkom om lekker mee te doen. Ga even bezurken. Ja, snap ik. Weet je wat, dan laat ik je even niet af met vragen. Dan ga ik toch even met de mensen thuis. Want één groot pijnpunt was natuurlijk het volgen van de KNSB online competitie onder andere. Op Liedjes gaat dat wat makkelijker, maar dat was op chess.com en dat was gewoon niet te doen. Zo simpel was het. Dat was heel vervelend. De KNSB vond het ook erg vervelend. Je maakt keuzes en ze pakken niet altijd even goed uit. Vanaf volgend seizoen zal het anders zijn, want er zal gebruik gemaakt worden van Tornello.com. Ik denk voor velen een onbekende site. Voor jou niet, maar daarover straks nog wat meer. En dat is eigenlijk fantastisch. Je kan alles netjes volgen. Zelfs op gewoon je apps zoals Follow Chess of Chessbomb of wat dan ook. Dus alles wordt echt van heel slecht volgbaar tot eigenlijk in één keer heel goed volgbaar. Het is wel weer een nieuwe interface, maar het ziet er eigenlijk goed uit. Verhalen zijn positief. Dus dat even voor de mensen die dachten van, jeetje Mina, Leadchess, chess.com, weet ik het, ik kan het niet volgen of ik vind het niet fijn of noem maar op. Dat is als het goed is verholpen. En de KNSB online competitie, zoals die dit seizoen was, het plan is om die ook de komende jaren in de winterperiode te organiseren. Zoals degene die wellicht vast de KNSB competitie spelen wel weten, is dat de KNSB-competitie in de winter vaak even on hold staat. In januari komt dat uiteraard door het Tata Steel toernooi, waar ook heel veel mensen aan meedoen. December natuurlijk een boel feestdagen, maar ook het slechte weer, et cetera. Dus er is vaak ruimte in de kalender en die zal als het goed is benut worden. Oeh, Dame H7 was wel een mooie geweest. Dit kan natuurlijk ook. Hoop die. Ja. Maar dus deze online competitie zoals deze nu is geweest, zal dus in verbeterde vorm ook als de lockdown weer voorbij is, plaatsvinden. Naar alle waarschijnlijkheid. Dus dat is op zich wel, wel positief. Dan kan er ook in de wintermaanden lekker geschaakt worden online, iets vrijblijvender, iets sneller tempo. Kun je hem nog vlaggen of niet? Nee. Oh, nee. Zie het. Hoppatee, dat is de eerste al.
En de tweede. Zonde. Ja, dit is dus het mooie van deze competitie. Ja, lekker klikken, het hoort, lekker proberen. Het hoort ook te gebeuren dit. Ja. Ja. Ja, goed. Maar ik noem net al even, hè, Tornello. Het is voor velen onbekend. Jij weet er wel wat meer van, hè? Ja. Ja, ik kwam dat ergens in oktober kwam ik het tegen voor het eerst. En toen dacht ik, hé, wat grappig, dat ken ik helemaal niet. En wat is dat? Dus, en het is een online platform, dus je moet een account maken. En dat heb ik toen gedaan. Maar het was niet echt zoals op Leadchess of Chess.com, dat je meteen heel veel kan spelen tegen andere mensen die daar ook op de platform zitten. Dus ik dacht, ja, wat moet ik er nou eigenlijk mee? Nou, heb ik me er een beetje in verdiept. En bij Groningen Combinatie gebruiken we het ook voor de internes op donderdag. En het is een soort online toernooisysteem of clubavondsysteem, indeelsysteem. Waarbij je, ook al speel je online, je hebt een rol ingebakken voor een arbiter. Dus iemand die de touwtjes in handen heeft, die een indeling kan wijzigen, die een late aanschuiver kan plaatsen, die zelfs de klok kan stilzetten of de klok kan terugzetten op een willekeurige stand. Nou ja, het liefst niet willekeurig, maar op de goede stand terugzetten. Dus allerlei dingen die je, als je echt een clubavond hebt of een toernooi, die kan die rol op zich nemen. En dat is gewoon heel erg handig. Ja. Dus dat voegt wel wat toe. Het is wel eventjes weer even wennen. Hè? Dat is een nieuw platform. Het ziet er anders uit. Waar moet je wat doen? Wat moet je allemaal doen als je je aanmeldt? Want het gaat wel, juist omdat het geschikt is voor wat serieuzere wedstrijden. Het wordt nu ook gebruikt voor partijen die meetellen voor de rating, voor de ELO. Dat betekent dus dat je je echt moet aanmelden. Dat je er op tijd moet zijn. Je kunt niet later aanschuiven. Dat is online soms een nadeel. Maar goed, voor de serieuze partijen. En als je dus een clubavond of een toernooi wil organiseren met wat een serieuzer karakter. Dan is het denk ik een hele goede optie. Ja, het is eigenlijk een beetje een site die de gaten probeert te vullen die de huidige grote sites als chess.com en Leadchess een beetje achterlaat. Hè? Die zijn natuurlijk niet echt gericht op dit soort dingen. Die bestonden natuurlijk al voordat er een enorme behoefte kwam aan allerlei online activiteiten. Ja. Maar dit is eigenlijk... Probeer eigenlijk van alles het beste te pakken en daar nog wat verbetering op door te voeren, als ik het een beetje begrijp. Ja, nou ja, het is gewoon een andere insteek. Ze willen iets anders. He, dus ze willen juist eigenlijk het gewone schaken. Je kunt de software kun je ook gebruiken voor een gewoon toernooi. He, dus, en je kunt dus ook toernooien hebben waarbij je een deel van het toernooi in een zaal speelt en een ander deel online. Ja. Wanneer je dat zou willen, dat weet ik niet. Ja, het zijn de beruchte hybride toernooien. Hè? Er is bij de KNSB beker, voor de mensen die ze er wellicht in verdiept hebben al, kun je er ook voor kiezen om in hybride vorm te spelen. Dus dat wil zeggen met z'n allen spelers van één team op één locatie. En dan een echte bord. Daar kun je zelfs een DGT-bord voor gebruiken, die dan weer in verbinding staat met... Alleen dat is niet een... dat kan hoor. En dat wordt ook gedaan. Alleen je gebruikt dan twee digitale systemen door elkaar. En ik vraag me heel sterk af wat daar de meerwaarde van is. Ik bedoel, elke grootmeester die kan achter een beeldscherm... kan die net zulke goede zetten doen als via een DGT-bord.
Ja, en dan als je het via dat scherm doet, dan zijn de zetten meteen live en bekend. Ja. Dus waarom zou je ze op een DGT-bord doen, dat je dan vervolgens moet verbinden met dat systeem? Ja, oké, omdat er bij toch wel mensen de behoefte is om op een bord te schaken en niet op een schermpje. Sommige spelers vinden het ene echt makkelijker. Dan krijg je toch een onhandig systeem dat iemand anders, die moet dan de zetten die de ander doet. Die zetten dan weer gaan doen op dat DGT-bord. Het is absoluut een onhandig systeem, ja, dat ben ik met je eens. Ik vind het stiekem wel belachelijk, eerlijk gezegd. Je moet de dingen gebruiken waar ze goed voor zijn. En DGT-borden zijn echt uitstekend voor het live brengen van echte partijen. Maar om online partijen via een bord weer, ja, waarom zou je? Ja, goed, wat ik zeg, er is, ik weet ook van bepaalde spelers uit mijn team, die zeggen, nou ja, achter een bord schaken, prima, maar dat online achter een schermpje is gewoon niet zo mijn ding. Ja, goed, ieder zijn ding natuurlijk, hè, het is, maar die mogelijkheden zijn er tegenwoordig, ja. Ik ben het wel een beetje eens, maar dat vind ik ook, alleen het idee van achter een bord zitten is dat er iemand tegenover je zit, ja. Toch? Ja. Ja, een beetje wel, ja, nee, klopt. Nee, het zal nooit helemaal kunnen vervangen natuurlijk, dat sowieso niet. Maar er wordt inderdaad op allerlei manieren gezocht. En er wordt ook gezegd, bij e-sport is het toch ook de kwalificaties online en daarna alles in het echi. Ja. Klopt, dat is bij e-sports ook. En bij schaken, waar dat wel gebeurt, is het NK Schoolschaak. Daar zijn alle kwalificaties online. En die gaan dan in het echt online tegen elkaar spelen, zeg maar. Ja, ik denk dat het een heel... Een hele goede opzet is, omdat je niet zeker weet wanneer je het weer echt achter het bord kan doen. Dus dat jeugdtoernooi, dat kan bijvoorbeeld misschien in augustus, dat willen ze natuurlijk. Maar stel nou dat later moet, dan kunnen ze misschien in de herfstvakantie, of de kerstvakantie. Maar je kunt nu al wel beginnen met voorrondes. Want er is dus, je kunt dus gewoon als KNSB, je hebt de touwtjes in handen. Je kunt een arbiter aanstellen die gewoon alles overziet. Je hebt geen problemen met uitval, want iemand kan gewoon terug het toernooi in. De arbiter kan dat gewoon regelen. Als iemand niet opkomt dagen, iedereen die zich aanmeldt geeft een telefoonnummer op. Ja. Ik heb op de clubavond ook al gehad, iemand was er even niet. Nou, dan bel je op en dan zeg je, wil je niet meedoen of hoe zit dat? Nee, ik kwam er even niet in. Nou, prima, opgelost. Dus, ideaal. Ja. Hey, ik ben heel benieuwd. Het klinkt allemaal erg positief. En wat ik al zei, waarschijnlijk vanaf nu gaan alle online activiteiten, in ieder geval vanuit de KNSB, gaan er gebruik van maken. Het klinkt echt heel, heel goed. Dus ik ben erg benieuwd. En het is ook voor mij volop in ontwikkeling nog steeds. Dus, ja, ze missen nog wel. Ja, het heel simpel. Het analysebord is een draak van een ding. Dus na de clubavond dan willen wij partijen analyseren. En dan zitten we elkaar aan te kijken via de Jitsi. Waarom is dit zo? Want dit lukt niet. en dat is eigenlijk heel gek. Maar ze doen hun best om nieuwe functionaliteit er wel in te brengen. En dit zal ook wel verbeteren. Deze heeft tijd nodig. Iets wat Lietjes laatst heeft gezet. Hè? Dus dat je na een partij kun je audiocontact met je tegenstander hebben om te analyseren. Dan druk je op het telefoontje en dan kun je even kletsen. Briljant, toch? Dat is briljant. Ja, ik had het zelf ook bedacht. Maar en ik had het ook tegen iemand van Tonello gezegd. Zo van, ja, jullie moeten dat gewoon gaan doen. En echt een week later heeft Lietjes het gewoon... heeft het al klaar, ja. Briljant, ja. Ja, ze zijn heel goed. Ja. Dat is mooi werk. Ik wil nog even een andere gast bijhalen, Govert. Als we het hebben over online schaken en online evenementen, dan kunnen ze eigenlijk niet ontbreken. De mannen van SG King. Ze zijn altijd in staat om fantastische evenementen neer te zetten. Het NK Bullet. Was vorig jaar al een groot succes. En dit jaar hebben ze het in relatief korte tijd. Want voor mij 2 weken voor het toernooi werd het voor het eerst gepromoot. Of tenminste hoorde ik er voor het eerst van. Hebben ze weer een top-evenement uit de grond gestampt. Ze hebben het er gewoon ingeknald. Ja, gewoon niet moeilijk doen. En ze hadden natuurlijk het format staan. Dus ze wisten hoe ze het moesten doen. Ik vind dat echt prima zoals ze dat aanpakken. Niet moeilijk doen en gewoon lekker organiseren.
Ja. En een spectaculair toernooi natuurlijk. Altijd, hè? Geen, hoe zeg je dat? Pemperij van de topspelers. Je gaat je maar gewoon netjes plaatsen. Nee, precies. Ja, gewoon laten zien. Maar goed, we gaan. Ik had het over de mannen van King. We gaan ze natuurlijk niet allemaal erbij halen. Dat de bonte boel worden. Maar ik ga wel even proberen of ik Erik Biemans in de uitzending kan krijgen. En dan kan jij gewoon weer even je team redden van degradatie. Ga ik doen. Dan ga ik eens even kijken hoe mijn. Mijn kwaliteiten zijn op het vlak van nog iemand aan de call toevoegen. Heel goed. Kijk, we gaan. Oh, het gaat nu al op de bal. Oh, kijk eens. Ja, ik zie. Goedenavond. Erik, goedenavond. Ik ga het even als volgt proberen. Hey, hallo, Stefan en Govert. Hey. Hi. Even kijken. Nou, dat is de eerste keer, Govert, dat wij elkaar zien, volgens mij. Ja. Ja, leuk. Ja, zeker. Ja, want we hebben veel contact gehad, tenminste, veel contact gehad. We hebben contact gehad via Leadjazz. En jouw naam kwam natuurlijk elke keer voorbij, maar ik heb hem nog nooit gezien. Dus nou, grappig dat je dan voor de eerste keer een video ziet. Ik ben even beter. Voor mij, Erik, je was in het begin even niet te horen, maar nu als het goed is wel. Ja, tenminste wel door mij hoor, maar niet door de mensen thuis. Oké. Ik ben even... Ik zit even te klooien. Geef me even een paar tellen. Alle tijd, zondagavond. Relax blijven. Rustig aan. Ik heb een potje openstaan voor de kijkers thuis, dus Als je zo'n goede schaak ziet, die het wel heel knap. Ja, volgens mij heeft Guy het geoefend, hè? Ja. Ja. Het ging in het begin net zijn account, dit gaan we even doen, het ging helemaal niet. Nee, Max Warmerdam en Kabulet hadden het over, die zeiden van, ga je niet spelen, geen probleem. Het eerste was wel een probleem, dat had de eerste keer niet geplaatst, maar de tweede keer werd het wel gewoon, was hij eerste geworden zelf? Maar dat kan hij als een van de beste, ik heb het ook wel zitten altijd bij zo'n call als wij die avond spelen op zondag. Niet te doen joh, ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Sommigen kunnen het heel goed, maar ik vind het zelf erg lastig. Kijk, ja, er wordt er gesproken over een echo. Ik vraag me af of dat komt omdat... Moet ik eventjes de partij uitzetten? Probeer het zo eventjes. Heb je de echo, ligt dat aan je Streamlabs, Stefan? Ik heb hem al opgelost, denk ik. Excuses. Kijk. Wat een slecht geluid. Nou, mensen kijken wel in ieder geval. Ja, nee, wat een slecht geluid, Stefan. Dat is fijn inderdaad. Ja, het is altijd even zoeken met z'n tweeën in de Skype. Maar volgens mij moet hij goed zijn. Nu de echo is eruit. Iedereen is in beeld. Alleen geen partijen meer, maar dat maakt niet zoveel uit. Je kan niet alles hebben. Nou, we hadden ook toen wij het NK Bullet organiseerden in maart. Toen hadden wij Jordan van Forest, die was toen eerste geworden. Die hadden wij in de uitzending. Die hadden we ook volle echo. Geen idee hoe we het uit moesten zetten. Dus dat was nog een beetje experimenteren. Ja. Dus hoort er ook een beetje bij. Ah, tegenwoordig, jullie maken vaker video's. Ja, nu zijn we iets beter geworden. Leuk, ja. Klopt. Maar goed, Erik. Ja, het was een beetje een halfbakken introductie op die manier. Maar welkom. Leuk dat je er bent vanavond. Dank je. Ja. Ik zei het al in de aankondiging. Jullie zijn eigenlijk wel de... Ja, hoe zeg je dat? De spektakelmakers als het gaat om online schaken. Het is altijd wel meteen raak bij jullie. We doen ons best. Ja, dat klopt. Nou ja, wij zijn natuurlijk altijd wel van het iets anders doen dan de reguliere schaakvereniging. Daarom zijn we ook gestart. We zijn in 2014 begonnen in Tilburg. Daar waren al voldoende schaakverenigingen, maar wij dachten we willen graag iets nieuws doen. Dus iets aanvullends op het bestaande aanbod van schaken. NK Lightning natuurlijk georganiseerd, dat jarenlang in Apeldoorn georganiseerd is. Maar verder ook hebben we Basque gedaan, een keer een knock-out toernooi, Hands and Brains. Dus gewoon de dingen die je niet bij de reguliere bond bijvoorbeeld, of bij de reguliere schaakvereniging groots opgezet ziet. Want je ziet vaak wel Lightning of zo, zie je wel af en toe een toernooitje. En toen dachten we, toen we thuis kwamen te zitten, ja, dan moeten we ook online kunnen. En het was mijn droom eigenlijk altijd al, want ik speel, dat weet jij als geen andere, Stefan, iets te veel online 1+0.
Dus ik vond het ook heel leuk om dat een keer nou, een NK van te maken. Contact met de KNSB gehad en nou, die zeiden ga je gang. Dus dat was heel gaaf met meer dan 200 deelnemers op Lead Chess 1+0 gespeeld. Dat is natuurlijk gekhuis, want ja, dat is eigenlijk helemaal geen zaken, zeggen sommige mensen. Maar ik vond het fantastisch. Ja, het was echt een heel geslaagd evenement. En het mooie is, dan doen ook gewoon jongens als Anish Giri mee, hè? Ja, Giri en Hing Ting natuurlijk, hè, die ook altijd meedoet met Lightning. Jordan van Forest, Benjamin Bok, Smeets, noem maar op. Dat was echt. Sipke Ernst heeft 4 keer de qualifier gespeeld. En de 4 keer was het gelukt om zich te plaatsen. Dus dat geeft wel aan hoe sterk het toernooi was. Ja, hij kreeg wel goede support hoor. Ja. Ja, dat is wel leuk. Die was echt een volhouder. Dat is natuurlijk een van de voor de meeste spelers verborgen features van Lead Chess. Maar. Je kunt heel uitgebreid uit de database kun je partijen plukken. Yeah. Hè? Dus je kunt allerlei parameters meegeven. En dan vis je gewoon alle partijen met zwart of met wit in een bepaalde... wat je zegt, 1 minuut partijtjes of alleen maar... Nou, die vis je er allemaal uit. En daar maakte ik dan een bestandje van. Dan zei ik tegen Sipke, nadat hij weer zeg maar, het niet had gehaald... Hier, dit maar bestuderen. Dan... En dat heeft gewerkt, dus dat is hij kon er wel om lachen. Nee. Eigenlijk ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat Sipke in de finale is gekomen. Wij dachten dat Sipke zelf had gedaan, maar dat is wel leuk om te horen. Laat het hem vooral niet horen, want dan daagt hij me uit van een potje armworstelen waar ik 3 weken last van heb, denk ik. Dus. Door die geheime secondant ontdekt, dat is mooi. Nou, je moet Sipke het wel nageven, want je noemde al die andere toernooien, dat Basque en knockout toernooi. Hij is er wel altijd bij, hè? In het Groningen en Tilburg. Ja, hij lag volgens mij zelfs bij het knock-out toernooi in ronde 2 of zo er al uit. En toen hadden wij ook geen genade inderdaad met grootmeesters of met titelhouders. Maar dan lag je er gewoon uit, dus dan was je uit het toernooi. Tenminste, kon je nog wel meedoen om plek 17 tot en met de rest, maar niet voor plek 1. Dat was volgens mij na een half uur of zo, zoiets. Ja, nou, ik heb nog wel tegen hem gespeeld in de tweede ronde toen of zo, dacht ik. Nee, dat was met Basque. Ja, nee, dit was knock-out, maar was ik ook de eerste ronde al douchen volgens mij. Dat was echt een feest. Ja, nou, want we hadden een random indeling Dus ze vond het ook leuk om dan niet te zeggen van 1 tegen, weet je wel, 16 en dan 2 tegen 15. Maar we dachten, je kunt gewoon als IM en GM tegen in ronde 1 tegen elkaar komen, ja. Ja, dat heeft zijn charme, dus dat is heel leuk voor de verhalen. Maar voor de mensen die het betreft, die denken van, ja, nou lig ik er steeds na een half uur uit. Misschien toch minder geslaagd om van Groningen naar Tilburg te reizen. Ze hadden goede biertjes daar. Blijft dus, komen. Ja. Maar goed. Maar wat, want we hebben het NK Slowboard natuurlijk net gehad. Waar onder andere Jordan van Vreest natuurlijk meedeed. Ook weer gewonnen hè, door Hing Ting. Hè? Ja, Hing Ting is echt een fenomeen. Ik had van tevoren zei ik van hij gaat winnen. Tenminste, dat had ik echt. Ik dacht ook voor dit tempo. 2+1, 1+0, 2+0 maakt helemaal niet zoveel uit. Ik snap niet hoe hij doet, want hij speelt gewoon tegen 2700. En hij wint 1.5-1.5 in de barrage van Jordan. Ja, ik vind dat ongekend. Ook toen Anish Giri meedeed in Tilburg bij het NK Lightning. Toen had hij alleen van Anish verloren, Hing Ting. En de rest had hij alles gewonnen. Dus Anish dacht, nou, ik neem ergens een keer een halfje. En ik had volgens mij één keer de onreglementaire zet gedaan. Dat hij opgaf, terwijl het eigenlijk niet eens hoefde. Maar je dacht, nou ja, met 1.5 verliespunt ben ik gewoon eerste. En toen kwam hij erachteraf achter van, hé, er is gewoon iemand anders die heeft maar 1 keer verloren. Alleen van mij, hoe kan dat nou? Dus dat is echt, echt een beest, ja. Het is ongelooflijk hoe goed hij is. Ja, hij wint alles wat los en vast zit. Ja, dat is bizar voor woorden. Hey, maar jullie hebben niet alleen zelf dingen georganiseerd. Jullie doen voor mij echt overal mee. Hè? Ik heb jullie net nog even genoemd als winnaars van jullie klasse in de online competitie. Jullie zitten ook elke zondagavond weer fanatiek mee te klikken in de battles van Govert, zeg maar. Hoe bevalt het jullie? Is dat voor jullie echt een verrijking, zeg maar? Nou, het is meer uit kwaad geboren, oftewel het is noodzakelijk. Want wij zijn echt wel een club die het leuk vinden om met spelers die het leuk vinden om op een vrijdagavond een biertje, een muziekje, een bitterballetje erbij te eten om zo te schaken. Maar goed, ja, dat zitten we al 3/4 jaar, bijna een jaar niet meer in. Dus dan gaan we op zoek naar alternatieven. En nou ja, nogmaals, als je kijkt naar wat op die zondagavond gebeurt, wat Govert organiseert, echt chapeau, is heel knap. Dan zijn we elke zondag zijn we erbij. Dan hebben we de Zoom-call aanstaan en de biertjes worden nog wel gedronken, maar dan op afstand van elkaar. En zondagavond is natuurlijk wel je moet wel een beetje rustig aan doen voor de maandagochtend. Maar over het algemeen is dat wel echt niet zo gezellig als een kroegavond. Maar het komt wel in de buurt en we worden er ook steeds beter in. Dus we vinden het ook nog steeds wel leuk om elkaar zo te vinden. En we spelen op toernooien. Gisteren weer chess.com natuurlijk, aan wat je zei, weer gespeeld. Vrijdagavond hebben we eens in de maand een masterclass en een toernooitje.
Ja, en als er gewoon evenementen zijn, dan organiseren we die. En vinden het ook gewoon leuk om mee te doen. Dus we maken wel optimaal gebruik van het online schaken. Het komt mij ook niet slecht uit, want ik woon tegenwoordig niet meer in Tilburg. En ik heb een dochtertje, dus het verschilt mij heel veel reistijd. Dus ik ben heel blij dat ik gewoon lekker van mijn computer achter mijn computer kan schaken. Maar ja, nogmaals, niks gaat boven het fysiek schaken. Lekker bij elkaar dollen en schaken. Ah, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. Het zijn legendarische avonden geweest in Café Boulevard. Zeker weten, ja. Ja, je bent er ook regelmatig. Je hebt volgens mij heb jij zelfs een keer 10 keer of zo. Nee, 9 keer. We hebben 9 ronden. Als er 10 waren, had je 10 gewonnen. Volgens mij heb je 9 keer op rij gewonnen of zo. Dat je helemaal niet... Ik weet het niet, joh. Of als je een keer niet opkomen dagen en de rest wint hij alles. Dat was niet meer leuk op een gegeven moment ook. Maar nu hebben we Max die tegenwoordig... Ja, ik heb een stokje even doorgegeven aan Max inderdaad. Ja, het is altijd voor de mensen die het niet kennen. SG King, elke vrijdagavond. Dat was in Café Boulevard. Dat helaas... andere uitbaten krijgt, als ik me niet vergis. Vooral naast het station. Echt, je had ook op vrijdagavond ook gewoon, ze kwamen overal uit het land vandaan. Uit Rotterdam, uit Arnhem, uit Utrecht. Maakt niet uit, ze kwamen gewoon even naar Tilburg voor een avondje snel schaken. Ja, legendarische avonden waren dat. Tot in de vroege uurtjes ging dat dan door. En, met de mooiste verhalen. Ja, ik alleen Groningen heb ik niet nooit gezien bij Tilburg. Maar misschien heeft dat een reden. Wat? Ja, die Groningse delegatie in Tilburg. Ik kan me voorstellen, volgens mij is het 2 uur met de trein of zo. Als die ja, maakt er maar 3 van. Dat is wel te ver. Ja. Ja. Hey, wij hebben hier een heel leuk, een uitstekend schaakcafé. Dus, Ja, ook dat, ik moet zeggen, dat heb ik dan weer gemist. Het hooghout in tijden van het chessfestival. Dat is toch altijd een plek om graag te vertoeven. Ja. Erik, je bent hier natuurlijk niet alleen om een beetje over King te praten. Nee. Nou ja. Klopt. Is dit jouw voorzet of niet? Dit is de voorzet. Je mag hem af gaan maken. Nou, heel, heel fijn. Ja, ik ben niet alleen maar hier om over King te praten. Want er is heel veel over te zeggen natuurlijk over King maar, en over het online schaken. Ik weet trouwens niet of... Maar ik ben hier natuurlijk ook, omdat, en dat weet Govert waarschijnlijk wel, nu die dit zo hoort, om een prijs weg te geven. Want wij hebben samen met Paul Keres, onze bevriende vereniging, Niels Onderstein en ik, kwamen samen met de leden op het idee om Govert te nomineren voor schaakvrijwilliger van het jaar van de Schaakbond. En nou, tot onze grote vreugde is dat ook gelukt. Dus bij deze Govert, jij bent schaakvrijwilliger van het jaar 2020 geworden. Gefeliciteerd! Wauw! Hey! Wat super! Gefeliciteerd Govert! Wat leuk joh! Wat leuk. En we probeerden zo, weet je, we hadden natuurlijk wel gehoopt ook dat jij het dan niet helemaal door zou hebben. Dan zou ik iets over Boedert komen vertellen en jij zou iets vertellen over de zondagavonden. Maar wist je het of had je het verwacht of niet? Ja, moet ik nou gaan acteren? Ja. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Jongens. Nee? Oh, wat goed. Dat is heel mooi. Dat was ook een beetje de bedoeling. Dat was een beetje ook de reden waarom we hier zitten met z'n drieën. Dus, Ik heb vanmiddag, dat vindt Erik leuk om te horen. Ik heb een prachtig voorbereidend gesprekje gehad vanmiddag met Stefan. Waar we het allemaal over gingen hebben en zo. En, ja. Dat was geweldig. Ja. Ja, het is... ging allemaal heel goed. Hij kan ook goed acteren, die Stefan. Ja. Ja. Het is volkomen terecht, als je het mij vraagt. Het is een volkomen terechte nominatie, maar ook een terechte winnaar ben je dan eigenlijk. Hè? Terechte winnaar, want... Ja, het is al een paar keer gezegd, maar het is gigantisch hoe we op zondagavond met 550 man tegelijkertijd aan het schaken zijn. Hoe je dat in je eentje uit de grond hebt gestampt is indrukwekkend. Dus in deze tijden is dat echt, heb je denk ik heel veel mensen een plezier gedaan. Dus zeer terechte prijs. Ja, en nog wel leuk om te vermelden, want ik, toen wij de nominatie gezamenlijk deden bij de KNSB, heb ik nog even Jeroen Bos gesproken. En die zei, volgens mij is dit voor de eerste keer dat iemand genomineerd wordt die niet in de eigen vereniging valt. Maar volgens mij is het helemaal uniek dat wij elkaar nog nooit in het echt ontmoet hebben. Dus we hebben iemand genomineerd, ik kende je van naam natuurlijk, van Liedjes, maar ik had jou nog nooit eerder gezien. Nu voor de eerste keer zie ik een gezicht bij Govert. Dus volgens mij is dat helemaal uniek. In deze tijden past dat perfect natuurlijk. Maar dat je wordt genomineerd door mensen die je nooit in het echt gezien hebt. Volgens mij is dat iets... Ja, maar dat is ook... Dat maakt het voor mij ook wel extra leuk natuurlijk. Want het is juist, zeg maar, voor iedereen die je niet ziet en die je ook niet kunt zien. Hè, dat je zoiets op poten zet. En dat ik dat in mijn eentje heb gedaan is natuurlijk kolder. Er zijn allerlei mensen die hebben meegedacht, meegeholpen en... zeker in het begin ook. Hè, dat Marijn van Delft heeft lekker meegedacht.
En de actieve teams, die hebben altijd input geleverd. Dus, en dan nog los daarvan, het zijn de spelers en de teams die het maken. Hè, gewoon iedereen die er een beetje lol aan heeft en gewoon lekker losgaat. En ja, het is vrijblijvend. Als je geen zin hebt, dan stop je. Als je wel zin hebt, dan draaien we in. Dat maakt het leuk. Ja. Ik vind dat ook echt het grote voordeel van League Chess, hè, wat jij zegt. Als je denkt van ik ga 3 potjes spelen, dan doe je mee en daarna ga je er gewoon uit. Als je denkt ik ga 2 volle bak, dan kan het ook. Ja, ik vind het ideaal, een ideaal platform. En echt, complimenten voor die zondagavonden. Want ik heb menig weekend is goed gekomen door die zondagavond. Om toch nog iets naar uit te kijken in deze barre tijden. Dus bedankt daarvoor, Govert. Ja, dus ik had al de indruk dat jullie het wel leuk vonden. Ja, dan. Wel hè. Ja. Ja. Dus voor iedereen die niet de website van King weet te vinden. Of de bullet dingen volgt. Het is echt leuk om af en toe eens daar... eventjes een videoverslagje te kijken en te zien hoe die jongens bezig zijn. Dat is leuk. Ja, dat is ook leuk om te horen. En wij zijn nog steeds natuurlijk aan het kijken van wat werkt wel en wat werkt niet. En ik was laatst ook met de KNSB in contact over wat je natuurlijk als KNSB, als schaakbond, beter kunt doen. Online, zeker met de Queen's Gambit, met iedereen die thuis zit, met de host van schaken. Mm-hmm. Ik denk echt dat we nog veel meer eruit kunnen halen ook. Om gebruik te maken van... het momentum van onder andere de Queen's Gambit en de corona. Maar ik vind het heel gaaf ook dat nu Twitch goed gevonden wordt door Schaakbond. Dat mensen er ook goed naar kijken. De verslagen natuurlijk die je ook hebt gedaan, Stefan, met Tata Steel. Paul van der Sterren volgens mij. En Willy Hendricks volgens mij, die ook boeken besproken hebben. Dat soort dingen. Ja, volgens mij kunnen we echt veel meer uithalen. Ik zeg niet dat we net zo groot kunnen worden als Schaakbond, als Hikaru Nakamura, maar... Als je gewoon een paar leuke mensen hebt die wekelijks 3-4 keer streamen voor de Schaakbond, volgens mij heb je dan echt een sleutel in handen die je veel moois kan brengen. Absoluut. Nou, op dat vlak komt er ook nog het nodige aan, kan ik wel verklappen. Ja. Het is nog niet heel concreet, maar er komen natuurlijk de kandidatenmatches komen eraan, waar we natuurlijk ook kijken of we daar een beetje bij stil kunnen staan. Ja. En er wordt gekeken naar ook nog meerdere mensen die uitzendingen kunnen verzorgen. En wat we inderdaad kunnen doen, je noemde net Paul van der Sterren, Willy Hendricks. We hebben natuurlijk ook je Anish Giri al gehad, Jordan van Verrees is langs geweest, Max Warmerdam, Thomas Willemsen, Marijn van Delft. De ene voor een boekbespreking, de andere om zijn partijen te laten zien. En ja, er komen nog meer van dat soort dingen aan, dus ik denk dat je gelijk hebt hoor, dus er valt veel te halen. Maar ik denk dat het vooral een beetje van alle kanten moet komen inderdaad. Initiatieven zoals Van Govert met die team battles. Met King moeten jullie dat soort evenementen blijven organiseren. KNSB moet lekker zijn ding blijven doen. En ik denk ook voor een ieder die enthousiast is, zeg maar, en plannen heeft. Ja, ik zou zeggen, begin gewoon. Probeer het gewoon. En als het goed bevalt, dan heb je in no time een mooi evenement op poten staan. Dat is toch wel de grote kracht, denk ik. Ja, en zeker online. Maar ik denk wel dat als we straks weer gewoon kunnen schaken, dan... Dat er dan een heleboel mensen nog wel interesse hebben die dat schaken gezien hebben. Hè, Jordan en Anish die het weergaloos doen. De Queen's Gambit. Ja, er zijn mensen die raken daar nieuwsgierig naar. Dus het is aan de Schaakbond om iets leuks te verzinnen. Dat je laagdrempelig aan toernooien kan meedoen. En dan erachter kan komen hoe leuk dat kan zijn. Huh? En wat zou je nog meer, want wij staan natuurlijk ook niet stil, maar we hebben nu wel het NK Bullet, NK Slow Bullet en noem allemaal op. We hebben van allerlei dingen gedaan. Ja. Ik ben wel benieuwd ook, wat zou je nog graag willen zien aan toernooien? Of wat voor concept zouden jullie nog denken van dat voegt nog iets toe? Want ik zat te denken bijvoorbeeld het team snel schaken, dat had je natuurlijk altijd in Den Bosch en daarnaast verhuisd volgens mij. Ja, dat zou ook nog wel leuk zijn volgens mij. Ja, ik vond het zelf, wij hadden dat in het, bij de NOSBO hadden wij de NOSBO snel schaak team competitie. Ja? Oh ja. Ja, die is er als eerste uitgevlogen toen de organisator bij de NOSBO dacht... ja, maar dan gaat weer een weekend. Dat soort dingen zijn hartstikke leuk. Maar ik denk dat het is landelijk leuk, maar het is ook leuk om regionaal dat soort dingen op poten te blijven zetten... op een makkelijke manier. Denk ik dat het als het een beetje laagdrempelig is, dat het als je toch wil verbreden, en volgens mij wil de Schaakbond dat, ja, dan... Ja,
Maar, en dan nog, mag ik nog een vraag stellen, Stefan? Ik stel ook vragen, maar mag dat zo? Nee, prima. Ik wandel straks van rustig weg. Dan kunnen jullie nog op je gemakje even een uurtje. Nee, ik ben heel benieuwd of jij het succes van die teambattle kan verklaren. Want je hebt geen geldprijzen. Je hebt geen grote marketingcampagne gedaan. En opeens... Dat weet jij niet, Erik. Nee, ik heb het niet gezien. Nou, ik heb zeggen. Flink wat de club was kunnen spekken, Erik. Ik weet niet of jullie met King hebben geweest. Jullie waren steeds vierde, of niet? Nee, het is in het begin heb ik echt een beetje gekeken. Zo van, ja, maar wanneer is het nou echt heel erg leuk? En toen kwam dat tempo eruit. En dan is het alleen maar een kwestie van zorgen dat het zichzelf kan verkopen. Hè, de grap is dat het leuk is. En dat je met elkaar in het team zit. En mensen die wilden dat. Hè, dat je mist dat. En als je dat kan doen, ja, bedoel, dat verklaart het succes. Mm-hmm. En... He, ik heb in het begin heb ik wel heel erg mijn best gedaan om zeg maar aansprekende teams en spelers, om die een beetje daarvoor warm te krijgen. He, dus neem Apeldoorn bijvoorbeeld. He, dat, die heb ik ik wist dat ze heel actief waren, dat zie je overal aan. Ja. Nou ja, als je een team als Apeldoorn erbij krijgt, dan doen zij het werk. He, want... zij vertellen tegen al hun schaakmaatjes zo van, we zijn daarmee bezig. Hè? En dan, ik doe dat dan via liedjes, want ik heb alle teams die ik zag, heb ik aangeschreven. Zo van, vinden jullie het niet leuk om mee te doen? Dit en dit doen we. Ja. Kom ik je kijken of je het leuk vindt of niet. Nou, en dat... bij sommige teams duurde het wat langer. Ik bedoel, HMC Den Bosch, die ging op een gegeven moment meedoen. Dat heeft heel lang geduurd. Ja. Maar dat was omdat Johan Derksen, die vond het leuk om elke week in een ander team te spelen. En dan het liefst in een team waarmee hij kon promoveren. Ja. En dan, dan was dat gelukt. Nou, hij blij, blijkbaar. En dan ging hij op zoek naar een nieuw team. Dat hij dacht, ja, maar daar kan ik het ook wel mee. Ja. Hij zit nu heel vaak bij ons, hè? Ja, goed. Ik heb toen een paar keer contact met hem gehad. Dat was wel heel leuk. Want Twan, die levert ook leuke feedback waar je wat mee kan. Dus ja. die komt ook met ideeën. Dus dat is wel goed. Maar op een gegeven moment zei ik, ja, maar regel nou je eigen team eens, joh. Want wat is dat nou? daar is hij toen mee bezig gegaan. En uiteindelijk hebben ze gewoon lekker meegedaan. Maar op de donderdagavond speelt hij volgens mij wel voor HMC. Maar die zondagavond krijgt hij nog steeds niet voor elkaar. Terwijl het echt een superactieve club is. Ja, nee, maar dat lukt niet. Ze hebben toen in die eerste golf hebben ze lekker meegedaan op een gegeven moment. Maar daarna hebben ze, en net als Apeldoorn ook, gezegd... dat hoeft even niet meer. Maar goed, dat is ook het leuke ervan. Ik bedoel, het hoeft ook helemaal niet. Hè? Dat is, ik vind het ook helemaal niet erg als teams afhaken en... weet je, er zijn genoeg andere teams zijn er over die het heel leuk vinden. Er komen nieuwe teams bij. Een vriendenclub uit Emmen. Een ander team, Philidor Leiden, kwam vorige week voor het eerst om de hoek kijken. Hm. Ja, prima. Het Belgische vriendenteam doet ook tegenwoordig mee. Ja, die hebben een primeur gehad. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Dat ze 800 spelers of zo hadden, ze dat echt bizar veel spelers. In het Belgisch vriendenteam zat een grapjas. En het Belgisch vriendenteam heeft twee teams. Een eerste team en een tweede team. En dat tweede team speelt in de laagste klasse. Ja. En dat wil graag promoveren. Nou, een van die gekken, die speelde in allebei die teams mee. Tegelijk, simultaan. Die had gewoon een split screen. En die speelde gewoon in beide teams. En had ook wel een behoorlijk score. Ik zeg, ja, dat heb je wel heel knap gedaan. Ja? Maar ja, uitgelegd dat het eigenlijk niet de bedoeling was. Toch niet. Ja, waar staat dat dan? Ja. Dat staat in het reglement. Ja, waar is dat reglement dan? Dus ik snel naar de website van GC. Reglement aangepast. En een regel er neergezet dat... ik ben even zijn naam kwijt, maar Pietje Puk mag niet in twee teams spelen. En hij dat lezen, hij heeft verbaasd. Maar iemand anders mag het dan wel. Ik zeg, ja. 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 Nou, wij hebben ook nog wel... inderdaad, sommige mensen zoeken dan naar de regels wat wel en niet mag. Dat is ook nog wel eens lastig, zeker als je een nieuw toernooi neerzet. Maar over het algemeen, ik ben heel blij met alle mogelijkheden. Zeker die liedjes ons biedt. Om heel makkelijk dingen te organiseren. Het is super gebruiksvriendelijk. En wat Stefan net ook aangaf. Het zoeken naar partijen bij chess.com is wel echt lastig. En ik ben heel benieuwd naar die nieuwe site. Ik heb me net geregistreerd op aanraden van jullie. Van Tornello, wat dat gaat brengen.
Ja, nou ja, dat is helemaal afhankelijk van wat voor toernooi is. Hè? Dus ja, voor wat serieuzere, wat langere toernooien kan dat echt, kan echt iets zijn. Ja. Dus, maar gewoon als vervanging van... nee, hoeft het niet. Dat is niet... Nee. Voor de mensen thuis trouwens, Tornello, tornello.com. Kun je eventjes kijken. Dan ben je wellicht al een van de eerste van je club om te zien wat daar allemaal gebeurt. Ik kan binnenkort wel eventjes een oefentoernooitje doen voor alle liedjes. Kijk. Mensen om even kennis te maken met Tornello. En dan heb je het al. Zal even kijken wat zou een leuk format zijn. Dat kunnen we toch wel aan jou overlaten, lijkt me. Ben jij niet de expert inmiddels? Nou, zeker niet. Nee, dat is het leuke van dit soort dingen. Iedereen die actief wil zijn, dat kan in principe. En dan ben je gewoon je eigen expert. Ik bedoel, dat is zeker waar. Ja. Goed, ik denk dat we hem voor vandaag af gaan ronden. Govert, jij moet volgens mij nog je team redden van degradatie nog steeds. Of, ik vertrouw blind op Bonopel, hoor. Of anders pas je het reglement even aan, zo. Dat is ook zo gepiept natuurlijk. Ja, precies. Ja. ik pas met enige regelmaat het reglement aan. Als er mensen zijn die meestal terecht, hoor, opmerken, ja, maar dat staat nergens. En dan voeg ik er een regeltje aan toe en dan is het geregeld. Ja, en gelukkig kan dat ook. Er zijn vaak mensen die wat vragen hebben, maar nooit mensen die... Die ergens echt zwaar een punt van maken. Nee, daarom. En zo wordt het ook, vind ik. Ja, nogmaals proficiat, Govert. Het is een mooie beloning, denk ik, voor al je werk. Volgens mij binnenkort in het Schaakmagazine die op de mat valt, staat er ook nog het nodige over. Als ik me niet vergis. Maar goed, dat merk je vanzelf allemaal. Erik, leuk dat je even aanhaakte. Leuk dat je Govert hebt genomineerd ook. Niet te vergeten. Ja, zeker. Ja. Ik vind het ook eerlijk gezegd wel bijzonder, hoor. We kennen elkaar verder helemaal niet. En, nee. Dat is een blijk van waardering. Dat is leuk zeker. Zo. Ja. Het onverwachte hoek. En een heel goede keuze van de KNSB om jou ook te kiezen natuurlijk. Tussen al die duizenden mensen die zijn genomineerd. Ja. Goede mensen zitten daar. Ja. Denk ik, ja. Hey Stefan, jij bedankt. Ja, geen probleem. Wat kunnen we... Is een tipje van de sluier? Wat is het eerstkomende grote evenement van King? Of staat er nog niks op de planning? Er staat niks op de planning, maar ik verwacht in de meivakantie alweer gewoon een volgend groot evenement. En misschien kunnen Govert en ik kunnen we een keer samen de koppen bij elkaar steken om samen iets te organiseren. Wie weet? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, fantastisch. Daar ben ik bij. Dan ga ik King naar de vierde plek helpen ook. Ja, lukt nooit. Is goed. Als jullie nog eventjes blijven hangen, dan ga ik hem even afronden voor de mensen thuis. Zoals aangekondigd, woensdag geen KNSB webinar. We hebben even een weekje pauze. Die woensdag daarna wel weer. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar wil je nog meedoen? KNSB Online Beker. Daar kun je nog voor aanmelden. Tot en met morgen. Of tot morgen. Nou, doe het in ieder geval vanavond als je mee wilt doen. Dan weet je zeker dat je nog mee kan doen. Dat was het vanuit mijn kant. Heren, dank. En hopelijk tot een volgende keer online, offline. Wie weet. Succes nog in de battle vanavond. En voor de kijkers thuis, hopelijk tot binnenkort. Mocht je niks willen missen, volg even het Twitch-kanaal. Of hou schaken.nl in de gaten. Er wordt ook alles aangekondigd wat wij doen. Dus voor nu nog een fijne zondagavond. En iedereen tot een volgende keer. Dank je. Hey. Dank je wel. Dag. Hoi.